Hallo allemaal, vandaag maken we kaasballetjes. Ze zijn heel luchtig van binnen en heel knapperig van buiten. Je doet 2 eiwitten in een kom en dan klop je het net zo lang totdat je er pieken van kunt maken. Dan doe je er 50 gram bloem bij. ...250 gram geraspte kaas. Ik heb Gouda kaas gebruikt. 1/4 theelepel bakpoeder. 1/4 theelepel zout. Kan ook iets minder, omdat kaas ook best wel zoutig is. 1/4 theelepel peper. En dan roer je alles voorzichtig om. Je kan gewoon met de spatel voorzichtig omroeren, totdat je 1 bal van kunt maken. In het begin voelt het droog aan, maar als het gemengd is met ei, dan kan je er een bal van maken met de spatel. Je maakt je handen dan een beetje nat met water en dan maak je er balletjes van. Ongeveer 2 centimeter groot, want als je ze gaat bakken, dan worden ze ook nog een beetje groter in de pan. Daarna doe je ze door paneermeel of door bloem. Ik heb dan eerst 1 balletje in de olie gedaan om te kijken of het heet genoeg was. Zien jullie het verschil? Dus die eerste die ik erin heb gedaan is al groter geworden als die daarna kwam. Bak ze totdat ze goudbruin uitzien. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het filmpje leuk vonden. Abonneer op mijn kanaal, dan blijven jullie op de hoogte als er een nieuw filmpje online komt. Doei, tot de volgende keer!